Niet uit. Goedendag en welkom bij de V100. Met een. Ja, kijk daar is hij. Goedemiddag, machinist. Om tijdelijk wat ruimte te maken op Dijkskracht. In Amsterdam moeten er een aantal 64's. Of mat 64 stellen verhuizen. Breng deze stellen naar Rail Pro in. Ja. Daar ergens. Koppel de trein aan en wacht op een veilig sein. Veel plezier, de maximale snelheid is 80. Nou, ik vind het hartstikke leuk. Een excuus voor het werkelijke lezen, maar goed, maakt niet uit. Legion. Check aan. Aan. Goed zo. Meteen maar even een leuke foto van maken. Ik wil handig als de rem eraf houden. Rangeer zijn. Oké, zit hij op 2. Lol. Oh. Beter. Oké. Je moet de V100 update downloaden. V100 update. Welke update? Er is gewoon. Oké, dat is. Ja, inderdaad. En plezement. Ja, ik weet niet of iemand eruit heeft gelegd, maar in ieder geval een plek waar in ieder geval treinen worden opgesteld. Ja, oké, maar welke update is dat? Want dan vraag ik me af welke je dan bedoelt. Want ik kan me niet herinneren dat ik een update erbij heb zien komen op de HCC. Update versie 1.3 van 22 juli 2016, het staat erop. Boven trouwens maar 80. Voor de snelheid letten natuurlijk. Ik moet even een goede remtest doen. Shootje. Waarom remt die rem niet? Oké, die werkt dus niet met de raildrijver, die rem. Dat is wel goed te weten. Die koppelwagen mag ook een update krijgen. Ik kan het net niet zien, Victor. Ja, nee, ja, dat kan je wel zeggen, ja. Ja, maar dat is 1.3, die heb ik al opstaan, jongens. Dat ook bedankt.
Maar wat is dan anders dan de, die, wat jullie denken dan dat anders is? Ik zie hier niet echt iets voor. En ik zeg van wat anders is. Ja, geen reclame maken, painkiller. Heb ik al een keer eerder gezegd in de livestream. Maar wat is hier dan anders aan, jongens? Oh, rijdt snel. Ik weet in ieder geval dat de rem niet van niet via Mariel Drive werkt, maar dat is geen ramp. Even kijken. Waar zit hier in godsnaam de verlichting? Geen idee, ik zie geen verlichting. Iemand iets van verlichting gezien? Geen idee. Goed, laten we maar nou even wat meer op de route concentreren, want daar komen we tenslotte voor. In plaats van zo'n trein die niet helemaal geüpdate is, want ja, ik zie het verschil niet. Maar het zal me eigenlijk. Goed, 80 gaan houden. Ja, goed, we rijden nog steeds in 80, dus dat komt helemaal goed. Welke rem? Chemie. E of P? Die volgende keer niet. Omdat de servers die ik daarvoor gebruik, Mark, die ondersteunt maximaal met 20 MB. Maar in principe maakt me voor de rest van de dan niet uit als je nou bij wijze van spreken 5 bestandjes stuurt van elk 20 MB. Dan maakt me dat niet uit. Ik ga steeds even naar goed naar de signal app kijken. Zo, beter. Goed afremmen. Chris gaat die nooit maken, kan ik je nou wel zeggen. Als Chris die gaat maken, dan. Nee. Ja, daar hopen heel veel mensen over dat Chris hier een goede versie van gaat maken. Heel graag zelfs. Oké. Dus we wel tractie bijgeven. Het is geen testcondition nou, mooi. Dat we even testen. Nou ja, wat vind jij dan wel een mooie trein van Train Simulator van Nederland? Daar ben ik wel eens benieuwd naar. Wat is jouw favoriete trein? Op dit moment is game technisch gezien, wat ik in ieder geval de mooiste vind en praktisch en qua performance, is het zeker wel de koploper. Dat vind ik wel een hele goeie.
Hier 6100. Leuk dingetje. Curse Strange Hype. Die vind ik wel aardig oké. Okay. En... dan moet ik even kijken. Oké, 40. Ja, de 1800 is sowieso algemeen gewoon een favoriet van mij. Ook al is het in TS niet de beste. Maar dat komt zeker nog goed. Ja, ja, inderdaad. Op Gamer.nl. Zo. Beetje te vroeg afgeremd. Maar het is toch even lastig als je de hele tijd A tot B bent gewend en in één keer zonder A tot B gaat rijden. Even heel erg raar. Ja? Ah, ik vind hem niet zo. Struiken hype. Laten we een klein beetje het laatste stukje remmen. Naar de 40. Ja, die is er inderdaad al drie verschillende versies van gemaakt bij RS Italië. Tenminste, daar zijn ze in ieder geval verkrijgbaar. Dan toch eens een keer harder. Goed zo. Ja, morgen hebben we een verkochte versie van Dutch Date Down, omdat er gisteren en vandaag een extra scenario is waren in Nederland. Dat morgen wat korter wordt. Want naar de stream van morgen neem ik even een paar dagen rust. Via vakantie, ja, ik kan het zo maar zeggen. Ook even een paar dagjes tussenuit. Zo. Ja, die zijn zeker ook wel goed, ja. Nee, als je echt naar de naar buiten trinchimeter kijkt, ja, dan is het zeker wel de 1800 series. Nou, 16, 17, 1800's. 186 mat 64 ICRM en ICM. Ja, dat zijn gewoon mijn ja, toch ook al mijn grote favorieten. Van wat er op dit moment ook nog rijdt, zeg maar. Nico, het is niet alleen de sporen vervangen, maar dat kan je heel makkelijk oplossen door een update te zetten van RWA Astria. Dan heb je in één keer andere type reden erin zitten, maar dan hoef je de route in principe niet te hebben. Maar het probleem is, het is niet alleen de sporen, want als je de route niet hebt, dan mis je nog meerdere dingen. Zoals onder andere bomen, huisjes en et cetera. Dus je kan het inderdaad wel omgooien. Maar ik raad het niet echt aan. Alright. Eens even kijken, wat moeten we nog verder gaan doen? Drop heel de boel af op 5. Alright, dat is hier. En dan op Utrecht kop maken, denk ik. En ja, inderdaad. En dan daar naartoe. Nou, hartstikke mooi.
Het spoor waar de veetjes moeten komen te staan ligt achter je. Zet je inclusief kopwagel neer op. Oké, inclusief kopwagel. Dat moet helemaal goed komen. Goed. Zo, even kijken. Spoor is ook helemaal goed gezet, zie ik. Mooi, dus zo vaak kan ik nog maar naar achteren te rijden. Ja, maar ik ga natuurlijk niet met een rail drijven. Ja, goed zo. Nog maar. Ja. Een V100 van HCC. Of ja, Volker Rail is in ieder geval de bedrijf en het is gemaakt door iemand die voor HCC werkt. Ja, ik, inderdaad, scenery distance en de scenery quality altijd op de maximale zetten. Scenery distance en rendering en quality. Dan kan het zijn dat je na het object niet goed ingeladen wordt. Moet ik even kijken. Normaal gesproken heb ik het morgen, de Dutch Day stream staan, dat ik alleen maar Nederlandse treinen doe. Moet ik even kijken. And you can network to... Already? Do I miss Matt? Yeah, Matt. Yeah, and you can network too. Awesome. Oh, the VR 481, Simon. Do you that one mean, or because I know that one is for free. Break down. Anyway, laten we in ieder geval even de hele boel. Waar is de deur? Oh, daar, lol. Goed gedaan, de koppel. Goed gedaan, de koppelwagen blijft bij de treinstel zodat deze makkelijk weer opgehaald kunnen worden. Rij je nu als de losse lok naar Utrecht. De lok wordt moet uiteindelijk naar de Kerktussenweg. Oké, de maximale snelheid van deze lok is 100. Ik vind het hartstikke prima. Goed, richting naar voren toe. En let's go. Oké.
Oh, serious? Oh, yeah? Okay, nice. Awesome. And then I need to go to look at that actually. Because I'm wondering what that is. Oh yeah, oh yeah. Matt's done it again. Oh, oh, easy. Wel een sterk vermogen deze trein. Met die kwaliteiten kan je hem nog wel minstens zetten net als wat ik heb. Dennis stiekt hem zelfs hoger. Where is that sign? Oh, there. I cannot see it yet. Yeah, op treinpunt. Tussentijds zal ik het ook eventjes de spreadsheet zetten. Oké, train, awesome. Klein beetje tractie erbij. Gloeg, 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 wow. Ja, ik heb zelf een keer meegemaakt dat hij rood was, dus vandaar dat ik het wist. Maar ik heb even goed op mijn assignment letten, want het is een sign die heel snel over het hoofd ziet, moet ik zeggen. Was mij ondertussen opgevallen. Ik weet dat wij in ieder geval naar 60 gaan. Naar 130. Nou ja, 100 in ieder geval. Heel meteen gaan afremmen naar de 40. Nee, ik wou zeggen, want ik draai gewoon op een AMD. En over het algemeen loopt het meestal ook redelijk oké. Hilversum Noord. Goed, afremmen maar op naar de 40. Te veel zelfs. Maar goed, beter te veel dan te weinig. Zo,
Jongens, vinden jullie het anders leuk als ik de rest van de scenario's van vandaag gewoon omzet en laat staan voor volgende week dan? Dat we vandaag gewoon lekker nog wat Nederlandse scenario's doen en morgen dat we gewoon een extra lange Dutch day er maar van maken. Gewoon verdeeld over 2 dagen. Wat vinden jullie ervan, jongens? So, what do you think, guys, about the idea to get all the rest of the scenarios what I planned for today to skip and do that one next week? And do the rest of the today only Dutch scenarios, so we get a great long Dutch day stream. But from now on and tomorrow, yeah. Hey, Flying Scotsman. Hey, thanks man for the host, man. Really appreciate it. Yeah. You will like that. Right, then we are gonna make it from now on only Dutch scenarios for the rest of the evening. So all the scenarios that are planned for today will be transferred over to next week. And I know I drive a little bit too fast. Nee, ik vind het alles goed. Oké. Ja, is goed. Dan zullen we nog eens lekker wat scenario's van Engeland te slouwen. 7-9-2016 wordt die andere geplaatst. Aangezien ik de rest van de week niet ben. Oké. Dus. En dan doen we dat gewoon lekker. Jeroen, welke hebben ze allebei dezelfde cores? Of heeft de ene iets meer cores? Want in verhouding met de gigahertz is dat wel even belangrijk om dat in de gaten te houden. Ja, die gaan zelf het wel schudden, of niet, GameRNL? Oké, Sander, fijne avond nog en tot de volgende keer. Leuk dat je er was. En welkom, Daan. Die wisselen elkaar wel aardig goed af. Ik heb het idee denken dat ik hier een hekje mis. Ik weet niet, maar dat kan aan mij liggen. Ja, 130 hype. Trouwens, voor de mensen die zojuist nieuw zijn nog, of vrij recent gejoined zijn in de stream. Als je nog niet lid bent geworden van de Steam groep, vergeet dan ook eventjes niet lid te worden. Want dan vind je heel leuke dingetjes, zoals diverse repaints. Je krijgt altijd normaal gesproken een melding wanneer ik live ga. Ik wil nog wel eens vergeten, net vandaag. Maar misschien normaal gesproken komt er ook een melding uit wanneer ik live ga. En allerlei andere nieuwtjes natuurlijk. Dus vergeet die dan ook niet vooral te joinen. Dat is dan hartstikke leuk. Nee, ik mag niet harder dan 100 inderdaad. Nee. Nou, ja, gisteren hadden we in ieder geval een... natuurlijk een fantastische stream. I hope right is right, but anyway.
Even nakijken, jongens, of de titel nou wel een beetje klopt, trouwens, hierboven als die duik veranderd is. 100 aanhouden, 100 aanhouden. Hij verliest wel redelijk snel zijn snelheid, moet ik zeggen. Mooi gesprek om mijn stage, waar ik dit jaar 400 uur stage moet lopen. 400 uurtjes, oh, dat valt wel mee, jongen. Dat is niet zoveel. Oh my god. MP3000, hype. Lovely. Dat was epic. Ja, dat is in ieder geval de Steamgroep en al. Dankjewel GamerNL. Dus als je daar nog niet gejoined bent, je bent altijd welkom. En mocht je ook nog vragen hebben, altijd welkom. Je vindt er trouwens ook alle handleidingen, alle informatie. Ik zal wel eventjes bij me werken nog. Maar die wordt in ieder geval aangewerkt. En zorg dat die in ieder geval meest recent is. Dan vind je dat ook altijd. Heel veel repaints, zoals gezegd. Soms ook gratis scenario's. Er staan nog een aantal van Victor trouwens in. Oh ja. Dat is een nummer door. En je kan natuurlijk ook de scenario's aanvragen wat die misschien leuk vindt dat ik die speel. Je kan ze wel insturen als gewoon een reactie plaatsen. Ik heb het idee dat je onder een bepaalde procent geen tractie geeft. En als je boven een bepaalde procent komt, niet meer hier, 35% geeft hij niks. Vanaf de 65% gaat die pas. Nee, 68 blijft stabiel. Oké. En wat doet hij als ik hem op 70 zet? 82. 84. 88. 90. 88% staat hij gewoon op 88% staan, dan staat hij ongeveer op de 93 km per uur. Oh, YOLO. Geen idee of wij transcoding hebben. We have no idea of we have transcoding at the moment. So. No idea, Dan. No idea. Nou ja, kijk, als je tevreden bent en het werkt allemaal perfect, waarom zou je het overklokken, ja. Ja, de reden waarom ik zelf net over Corus begon, jongens, is het feit dat... Kijk, als je hoofdzakelijk Train Simulator en dergelijke speelt, kan je beter juist één hele sterke core hebben. Dan bijvoorbeeld meerdere cores die wat zwakker zijn. Dus, ja... Kijk, want je game speelt maar op één core. Om heel te zeggen, mijn processor laat ik op de OBS daarvan, zeg maar, die laat ik niet op de eerste processor draaien. Die staat alleen maar op processor 1, 2, 3, 4 en 5. En op 0 heb ik mijn game staan, want 0 is de eerste processor core, zeg maar. En daar staat alleen maar de game op en de rest staat op OBS. Want ja, de game die draait maar op één core. Hey, Jobientje, goedenavond. Hallo. Hey, kijk eens aan. Thanks for the host, man. We really appreciate it. And welcome to the stream. Sinds toen is dat dan, Mark?
Ja? Ik weet niet anders dan dat het singletcore is, maar... Dat is dan vrij nieuw. Voor mij. Nee, hè? Ja, dat is wel jammer. Ik had er nooit eens zin in. Oh. Hey Dan, thanks for those, man. Awesome. Oké, Mike, tot zo. Hey Nicky. Hey John, een donation van 10 euro. Veel plezier ermee, Rob, dat verdien je wel. Dankjewel, John. Super bedankt, man. Dank je, dank je, dank je. Dat waardeer ik natuurlijk net als altijd enorm. Dankjewel, John. Super bedankt. Dank je, dank je, dank je. That's awesome, man. Oh, is koploper niet, dan doet erop het wel. Thanks, man. Awesome. Dank je, dank je, dank je. Ik kan het maar niet genoeg zeggen. Let's go to 60. Awesome, thanks, man. Dankjewel. Het doet mij super goed. Dankjewel. Ja, ik wou bijna zeggen waar we mee om gaan mogen mee besmetten. Dan zie je wel hele chest daar vol met Frankers. Maar ja, okay. Jullie weten nog tenminste een grens aan te geven, weet je. Dat vind ik leuk. Maar als je koploop bezig ziet. Ik hoop trouwens dat ik nog op tijd kom hier. Nee, hartstikke leuk. Awesome. That's amazing. Ik ga toch liever voor Cool Cat. Als je dat wil, Gavin, vooral doen. Het gaat om het idee, dus dat is het belangrijkste. Hey trouwens, goeie avond Remy. Welkom. Rij je nou met een V100? Ja, ja, een Oost-Duitse trein. Klunke klunke. Kan me dat toch niet herinneren van deze route? Ja, yeah, Victor. Hey Victor, easy, easy. Ik mis een whisper in een keer. Easy, Victor. Omar. Ik zag me net dat er ook nog een whisper voorbij kwam. Even kijken. Oh ja, is geen probleem, Marakio. Dat is helemaal goed. Ik ben toch pas morgen om die tijd ongeveer thuis. Dus nee, is geen probleem. Dus als je in ieder geval zorgt dat de hele route binnenkomt. Ik weet niet hoe groot die is. Als je groter is dan 20 MB, stuur mij even een berichtje op terrein.nl. Met een link van bijvoorbeeld een Dropbox of een OneDrive of iets dergelijks. Zodat ik in ieder geval hem apart kan downloaden. Ik heb het idee dat we een beetje te laat zijn. Want we hebben helaas de DDZ gemist. Jammer. Maar dat maakt niet uit. Hij is wel erg langzaam, hè jongens. Let's go. Met de groeten van koploper. Awesome. Oké, is prima, Mark. Ook nog niet zo snel, Rob. Niet zo snel. Ik zeg sneller, niet te snel. Ik wil doen dat we 60 rijden, dat we 60 blijven rijden. Ja, ik merk echt wel wat... Als je eenmaal ATW gewend bent, dat het wel eventjes lastig is om dan een keer zonder te rijden. Dat... Matt had dat gisteren ook, dan ging hij in een trein rijden. En waar hij normaal gewend is om met PCB te rijden, en dan zit er in één keer geen PCB in die trein. Ja, daar kan ik me wel iets bij voorstellen. Oh, wow, oh, wow. Oh.
Dit is het hype. Oh, ho, oh, wow. Krijg dat voor elkaar. Oh, ik heb de been nog aanstaan. Rangeer zijn. Maar dat is niet goed, hè. Op de bobbel. Ik ga trouwens binnenkort eens kijken of ik deze route trouwens de sporen hiervan kan omzetten naar Divitrax. Want dat lijkt me best wel leuk om dat te kijken hoe dat uitpakt. En dergelijke. Dus ik ga er van de week eens mee spelen. Dat lijkt me best wel mooi om dat te zien. Ik had toch even 60 aanhouden natuurlijk. We hebben wel gewoon groen, maar toch. Moet je zo meteen toch nog 40 afremmen. Dat we dat alvast maar gaan doen. Ja, op den duur zullen ze allemaal vervangen worden. Ja, dat. Daar ben ik niet zo bang voor. Ja, dat klopt. Dat heb ik ook vernomen. Dat is al een behoorlijk tijdje geleden trouwens dat ze dat bericht naar buiten hebben gedaan. Ik denk dat het nou ongeveer, wat zal het zijn, een maandje of anderhalf, twee geleden is of zo. Maar dat klopt, ze zijn gelukkig weer met Alsaldo weer bezig. Dus daar ben ik wel heel blij mee. Ik word netjes op naar 40 afgeremd. Ja, daar, kijk, ik zeg heel veel, maar uiteindelijk komt er toch nooit iets van. Maar... Kijk, ik wou sowieso nog een keer een tutorial maken ja, hoe je rails kan vervangen met het gebruik van replacer. Dus dat wou ik sowieso nog een keer doen. Misschien dat ik dat wel op deze route even doe. Maar sowieso mijn eigen route. Het gaat trouwens best wel lekker op dit moment met mijn route. Gisteren nog een klein foutje gewijzigd. Eventjes na de livestream. Drie wisseltjes of niet. Ja, drie wissels. En dat zijn op zich ook weer gelukt. Dus nou zijn dat ook allemaal weer netjes. Nu is vooral nog wat seinen weer opnieuw plaatsen. Die natuurlijk weg waren. En ja, dan is het een kwestie van goed weer aankleden. En dan zit eigenlijk... Dus een bokstol en ja, best nou dan ook klaar. Nee, alsjeblieft geen Alsaldo Breda. Alsjeblieft zeg. Dat is wel een van de zwakste pagina's uit de Nederlandse geschiedenis van de NS. Ja, we kunnen wel tractie bijgeven, maar heeft in principe niet veel plezier. Ja, oké, dat is waar. Als je het zo dramatisch gaat kijken, ja, dan ben ik je wel te gelijk even Victor, want dat was toch wel de meest zwarte periode inderdaad. Maar afgezien dat eventjes, dan is Vira toch ook wel een zeker ook al materiaal technisch gezien toch ook wel een zwarte pagina. Maar niet zo extreem als dat, nee, maar goed. Ja. Dus laten wij in ieder geval gaan remmen. Een klein beetje hier rond. Een klein beetje. Twee is er in ieder geval gaan stoppen. Zo. Keurig. Ja, keurig, bijna. Ik rijd net nog net over het nippertje van de sign. Het is goed. Het is goed. Richting achteren. Oké, okay. Hierom. Ook weer klaar met de bouw van vandaag. Nu nog even snel
Ik ben nu bij Seppen tussen Atelier en... Serieus? Ben je nou al bij Seppen in de buurt? Oh, dat is Seppen de Zeg? Nee, dat is wel heel, heel mooi. Dat brengt mij zelfs heel veel herinneringen. En mijn opa heeft daar vroeger nog geleefd en gewoond. Dus, ja, dat is wel heel mooi. Zeker, vroeger heeft er ook nog een station gestaan. Dat is wel behoorlijk lang geleden. Ik denk begin jaren 80 dat er gestopt is of zo, of eind jaren 70 iets. Die geest. Nou ja, een echte flop was dat niet, Mark. Want ze hebben ook wel positieve dingen gehad. Bijvoorbeeld, het was wel een beetje de ook. Ja. Bepaalde dingen natuurlijk ook voor het succes voor de latere series van de Verum. En de Buffel, zeg maar. Dus het is zeker niet echt een mislukking geweest, maar er zaten ook een aantal wat mindere dingen in. Maar tot een grotere productie is het gelukkig nooit gekomen, want gelukkig hebben ze daardoor in ieder geval de SLT'tjes en de MAT 64'tjes en de SGM'tjes kunnen blijven. Oké, Nicky. Ja, dat klopt. Dat heeft geen lang bestaan gehad. Dat is zeker. Volgens mij gaat dat nog. Ik dacht even dat ik daar nog iets voorbij zou krijgen, maar dat kan aan mij liggen. Een beetje meer tractie erbij. Een beetje meer. Moet trouwens nog steeds 40 aan blijven houden. Hey, welkom back Flying Scotsman. Anyway. Stay with it. Oh, lol. That's better. Let me see if we can make a nice, awesome picture. Yeah. Maar wat de 100% echt reden was, dat durf ik even niet echt te zeggen. Daar heb ik eigenlijk te weinig voor gevolgd in de tijd. Met naamdrukking toen de tijd. Awesome. I'm definitely gonna check it out, Simon. I'll be back on next week, so maybe I can take a look on it. Anyway. Ga je er vandoor, Mark? Oké. Okay. Dan in ieder geval nog een fijne avond en een licht tot morgen, inderdaad, ja. And with that, guys, it's the end of the scenario. Bingo. Oh, gaat Ruben er vandoor, sorry. Oké, Ruben, fijne avond dan nog, joh. En natuurlijk slaap lekker dadelijk. Goed gedaan, je dienst zit erop. Hier zal ook de lok haar volgende klus afwachten. Bedankt en graag tot de volgende keer. Nou ja, met dank natuurlijk aan Japarama voor dit toch wel een succesvol scenario. Dus, dankjewel joh. En het scenario zelf is natuurlijk te vinden op terrein.nl.